Welkom bij de Puntenjacht. Hey kijkers van Kicks Games, jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van de Puntenjacht. We zijn weer met twee nieuwe... ik word volgens mij in het vizier gehouden. Ik ga heel even van het dak af. Volgens mij word ik in de gaten gehouden door een van de deelnemers. We zijn hier namelijk met twee nieuwe gezichten. En vandaag zijn we natuurlijk met de enige echte. Wie wil zich als eerste voorstellen? Is het de persoon met de gun of degene met zijn handen omhoog? ik begin gewoon bij The Legend. De enige echte. Hij is terug voor een keertje in GTA en op YouTube. Het is de enige echte. Tegitapo! Gijs. Hey Kevin, nee. Goh, what the fuck? Wow! Die vent gaat in één keer helemaal agressief op mij. Hier, ik heb niks misdaan. Nu wel. Ja, nu heb ik wel een moord. Niks aan de hand hier. En die jongen daar is een mooie Gucci Louis Vuitton zwembroek bovenop een tank met een sniper die ons dood wil hebben. Dat is de enige echte Duffy natuurlijk. Hallo. Vandaag zijn we in de puntenjacht en veel kijkers die kennen het principe al, maar jullie nog niet. Wij gaan 6 punten bemachtigen zometeen, om de beurt. En degene die als eerste 3 punten weet te bemachtigen, die heeft deze aflevering gewonnen. Het eerste punt is het huisje bovenop deze grote berg. En de enige regel die er is dat we het eerste punt te voet moeten bereiken. Niet met de fiets en gewoon de benen wagen. Ik kan jullie wel een tip meegeven. Er zijn nu een paar afleveringen geweest waarbij we hebben geprobeerd het zonder een pad te doen. Dat ging niet zo goed. Niet? Ging niet zo goed. Wow! Dus, wat een onverwachte tip dit. Doe met die tip wat je wil. Ik ga zo meteen gewoon aftellen. En tenminste, als jullie geen vragen meer hebben, dan gaan we gewoon naar het eerste punt toe. Nou, wapens zijn niet verboden, hè? Wapens zijn zeker niet verboden. Ik voel me ook echt gewoon niet meer veilig hier. Als dit soort opmerkingen worden gemaakt. Wat heb jij in je hand? Ik zou zeggen 3, 2, 1. Oh shit, ik wilde gewoon heel graag die auto daar raken. Maar dat de file, maar dat ging hem niet worden. Ja, nee, dat ging... Weer al niet. Jezus. Jongens, ik ben niet zo goed op wapens. Ik wil je gewoon aangereden. Nice. Yo! Okay. Jij liep daar ook net. Zo, wat een onnodige agressie, jongens. Ah, ik word ook doodgereden. Ik wil vooruit. Nee, dat valt echt enorm mee. Oh, wat is dit een gevaar om alleen maar over te steken al. Wordt dit een familievriendelijke aflevering? Nee, we zijn geen Marnik. Nee, weet je... Oh. Jij krijgt nu een vacatuurtje opgesteld. Wegens misgelopen inkomsten. Ah, fuck! Ah! Ja, nee, dat is gewoon klaar nou, hè? Oké. Nee, maar vaak helpt het om gewoon neergeschoten te worden. Indien er gecensureerd wordt, mag dan alsjeblieft het roadblock stervend geluidje gebruikt worden. Oef! Ja, dat is goed. Oef! Oké, ik rol nu al van een bergje af. Nou, dat, ja... Nou, ik ga het niet eens meer proberen, zeg maar. Ik probeer te kijken wat mijn plan is, maar ik heb er nog geen. Shit, de trein. Dit is onfortuinlijk. Maar wat zijn dit voor rare bergen, joh, GTA? Kom op, dit is dit... Nou, ik flikker er weer... Nou. Helaas. Mag ik een vingermassage wel declareren bij jou? Zeker, zeker. Ah, top. Aangezien waarschijnlijk heel mijn wijsvinger naar de voren gaat. Oh, Roblox geluid. Goeie gezonde wandeling, Kevin. Waarom kan ik hier niet omhoog? Ho, Roblox geluid. Oh. Ik vind wel echt gewoon dat er... Oh nee, we gaan rollen bijna. Oh, niet gaan rollen, jongen. Nee, stop. Oh nee. Wie loopt hier zo vlak bij mij? Dat is Gijs. Maar ik heb problemen met mezelf. Ja, dat snap ik. Dat heeft andere redenen, die problemen. Het is dat er een berg tussen zit, anders krijgen jullie kogels op je. Ik bedoel... Nou, wat raar weer. Ik ga... Ah, yes. We zijn op het pad. Nee! Oh! Fijong! De Fijong dat je bent! Ah, juke this, boy. Wow! Yeah, boy! En fast as fuck! Ah, nu moet er wel Roblox geluid. Stop met schieten! Ik heb hier niks misdaan! Ik probeer hier gewoon een gezellige bergwandeling te houden. En het enige... Hoeveel kogels moet jij eten? Ah! Nee, dat ga je niet meenemen ook. Nee, ik word nu van twee kanten beschoten. Ik wil Ivan Music aan.
Oh shit. Rommels. Maar er was een deurbel, dus ik moet heel snel even BRB. Oh jee. Ah, nee. Dit is onze kans om uit te lopen. Stel, rennen. 2000 years later. Daar is die gewoon alweer. Ah, dan kunnen we weer lopen. Dan kunnen we eindelijk weer lopen. Zo snel, hè. Jullie zijn gewoon doorgelopen, hè? Nee. Ja. Nee. Daar gaat hij. Je hoort me gewoon met zijn controletje gewoon tikken. Ja, dan moet je eens nagaan en hij loopt nog niet eens zo snel, hè. Kevin is echt een hele vieze uitloop aan het beleven. Ah nee, ik rol heel ver naar beneden. Nee. Stop met rollen. Maar waar zitten jullie nou in godsnaam? Ja, Gijs heeft me neergeschoten, dus ik ben van het pad afgepleurd. En nou rol ik echt ziek ver naar beneden. Echt, waarom kan ik hier nergens die fucking berg op? Nee. Ah! Ik kon het niet laten. Ik raak het hier nog wel, of niet? Niet eens, jongen. Nee, stop! Ik wil dit niet. Ben je ik dood? Wil geen... Nee, ik heb een random job geaccepteerd wat ik niet wil. Ik wil niet met een kleine mens in een... Laat me met rust, ik wil geen prison break doen. Word je nou ook bij de prison gedropt, of niet? Nee! Oh, yes! Oh, hey. Mijn redemptie. Maar jullie zijn al bij jouw auto staat nou ook midden op de weg. Ja, dat klopt. Die gaan we natuurlijk wel even wegwerken hier. Dat mag. Oh nee. Your personal vehicle has been destroyed. Oh nee. Als ik hier niet. Oh nee. Kom op, Gijs. Ah, oh, maar dit is gewoon de ondergang, hoor. Als ik hier niet dit pad op kom, dan... Nee. Oh my god, joh. Oh nee, ik glij weer helemaal naar beneden toe. Het kan nog een hele lange fight worden. Aangezien Gijs nog een foto moet maken ook. Oh, stop! Wie snotjoch dat je bent. Jullie twee hebben gewoon moeite met elkaar. Ik heb alleen moeite met de berg. Auw, dit is gemeen. Oké, ik heb hem. Nu kan ik hopelijk wat uitlopen. Nee, want ik sta er verder voor. Top! Oh, ik zie allemaal van die kogelgaatjes. Ik voel me... Oh, dat was hem bijna. De enige manier om van Gijs te winnen is als ik hem kill. Oh, oeh. Ah, fuck. Oh. Nee. Oh. Oh, stop. Spawn faster. Oh, ben je niet spawn daar, of niet? Waar de fuck ben ik? Je bent niet meer op het pad. Yes. Ja, yes. De fuck hang ik aan. Yes! Dude! Nee, ik ben verder boven! Niet. Ja! Niet. Kevin, wat Dank doe je nou? Nee, hey. Dit is niet waar. Ik heb een foto maken bij het huisje. Nee! Hij is serieus gewoon bij het huisje gespannen. Schiet hem! Ja, ik ben op de berg, ik ga hem eens kunnen zien. Ik heb een leuke foto maken. Nee. No! Laat me heel even kijken waar nummertje 2 gaat zijn. Nummertje 2 is de top van de berg, maar dit keer mag je dus wel motor, auto, alles wat je tegenkomt, niet inspannen. Ah! Ja! Nummer 2 is... Oké. Okay. Dat is die bergtop daar zo. Maar mag je een marker zetten? Ja, jij mag voor mij een marker zetten. Ik zie die nooit echt goed op de kaart, maar... Goed, en dit keer is het gewoon bij het aftellen... Wederom geen regels, maar ieder voertuig dat je tegenkomt mag je pakken. Oké. Dus ja, ik zou gewoon zeggen 3, 2, 1. Ja, dit vind ik heel jammer allemaal. Let's go. Oh, nee! Nee! Yeah! Laat me alsjeblieft boven op de berg spannen, niet midden op de berg. Oh yes, ik ben nog op een pad. Ik kan nog steeds... Oh, nee! Fucking yeah! Gijs. Freedom! Is Gijs weggekomen? Yep. Oh, het waait! Oh nee! Wat? Daar is Gijs! Ik ben al op de weg. Niet! Ja, let's go! Ik denk dat we moeten gaan samenwerken. Ik zie namelijk Cosmo's parachute. Ik heb een mooie regenboog. Ik ook. Zie je weer vliegen? Maar jij zit nog een stukje hoger dan mij. Oh, je moet niet alleen bij W indrukken, dan ga je recht naar beneden. Ja, dat klopt. We moeten serieus gaan samenwerken als we willen dat Gijs niet
al 2 punten op zijn naam krijgt zo. Jongens, ik ga lekker op mijn roadtrippie. We kunnen iets slims doen, Kevin. Oh, ik ben keihard op mijn bek gaan, maar ik ga de auto pakken. Ik heb echt zo'n idee dat ik straks gewoon bij de verkeerde berg sta. Dat overkomt mij zo meteen wel. Ja, ik denk ik pak meteen een Audi R achterbij. Oh nee, ja, ik moet even vaart maken. Oh, maar dan maar... Oh, ja, deze man, ik zie Gijs nog voor me. Ik zit ook echt niet in een snelle auto. Jongens, het is game on nou. Ja, precies. Ik heb alle tijd, ik zit gewoon lekker casual te drijven. Ik heb geen snelle auto, maar ik denk dat het slim is. Fuck jou met je lekker band. Fuck jou. Waarom heb je nou mijn band lekker geschoten? Dat is zo vervelend. Nee. Okay. Hey, ik hoorde iets met misschien moeten wij teamen, maar volgens rijdt mijn teammaat gewoon kaart vandoor, hè? Nee. Ja, en hard ook hoor, dat joch laat je gewoon helemaal achter, hè? Je teammaat ligt ondersteboven met de auto op een berg. En terecht, gek. Ik kom je fuck. Halen! Fuck! Hier! Ik geen auto, jij geen auto! Ja, ik ga een nieuwe auto pakken, hoor. Anders kom ik nooit boven. Jongens, laat me met rust, hè, want echt, ik maak jullie kapot. Stop! Nee! Hoppa, kijk, dat is perfect. Oh. En nou bergje oprijden en nou winnen. Nee, kom, maar... Kevin. Waar ben ik? We moeten echt teamen, Kevin. Kevin, echt. Ja, daar gaat hij, hè. Ik zie hem. Er stond nog een privéautootje te wachten op mij. Oh nee, hij zit in zijn tank. Ah, dat is heel naar. Ja, die stond toch op de parkeerplek vanaf het begin, dus ja. Foei. Laat me erbij. Gijs! Wat doe je nou? dit is een hele treurige gangster shootout. Oké, ik ga mijn eigen auto zoeken. Gijs? Ja? Dit wil je niet. Ik ga ook niet in de aanval. Gijs? Gijs, nu in de achteruit jij. Shit. Nee. Wat? Wat was dat? Oh, jij gooit ding op mij. Ik zou zoiets nooit durven te doen. Wat weet je wat is? Ik wou net met Haga schieten op jou, alleen ik stond verkeerd. Oeh. Oh man. Is er iemand boven? Bijna schijf boven. Ah! Nee, stop! Niet doen, auto! Ah! Die auto heeft je helemaal niks misdaan. Oh shit. Maar weet je wat is met een tankje rijden? Is ook niet echt makkelijk hoor, ik weet niet, maar... Niks meer omlaag. Maar waarom ben je ook stil gaan staan? Je liep vet ver voor. Is het zeg maar met de parachute, is dat het hoogste punt? Dat is het hoogste punt inderdaad. Telfie! Nee. Schiet hem neer. Ja, dat gaat dus nu niet. Ja boy. Een cel. Soort van selfie. Oh. Hoezo is hij nog niet kapot? Oh, daar gaat hij. Goed. Mensen, we zijn hier op punt 3. Gijs heeft 2 punten. Als hij het volgende punt... Ah! Als hij het volgende punt heeft... Stop, ik wil niet fikken. Dan heeft hij gewonnen. Dus ik denk dat we een manier moeten vinden om een van ons het volgende punt in ieder geval te laten pakken. Ja, dat komt wel goed. Gijs, gaan we eerst naar beneden gaan? Ik wil niet dood. Ik weet niet hoe het is gekomen, maar we zijn allemaal met een auto boven gekomen en er staat er geen één meer. Omdat we elkaar zo aardig vinden. Het volgende punt is het vliegveld. 3, 2, 1. Hé! Nee, ik zag je met je ding in je hand. Oppassen nou. Ik had nog geen let's go gezegd. Nou, laten we beginnen. 3, 2, 1, en let's go. Oh ja, en mijn personal vehicle doet ook niet meer spawnen, omdat een bepaald snotjoch even in de rewind horen nou dingen inspannen? Ja, dat mag helemaal niet, Gijs. Nee, ja, maar die heb ik ook niet, want ik heb mijn auto opgeblazen. Ik heb ook totaal niet geprobeerd om pick-up helikopters in te callen en zo, meerdere keren. Wow, ik ga gewoon een wandelingetje houden hoor. Maakt hoe fijn zou het zijn als er nu een trein aan zou komen voor mij, dan ging ik gewoon in die trein. Ja, maar de trein gaat de verkeerde kant op. Ja, maar als je me naar een weg brengt, heb ik meer kans op een auto dan dit. Kom op, we kunnen nog winnen, Kevin. We liggen voor, come on. Ja, ik ga de autoweg opzoeken in plaats van het zandpad. Een auto, een auto, een auto, een auto, een auto. Ik moet deze auto hebben.
Oh. Sniper, oké. Okay. Ruit, mevrouw. Nee, Gijs. Ga weg. Dit is mijn mobiel. Het kan niet dat Gijs nu al een auto heeft. Mop, gas erop. Nee, ik had een auto. Ik heb ze allebei verpest. Oké, ik heb een auto. Fuck off. Ik mis onderdelen van mijn auto, maar dat maakt niet uit. Oké, het is in één keer druk met auto's, maar ik heb een quad. Oké, go. Oh, dude, dit wordt een kutvel. Er komt nog een keer politie aan, tuurlijk. Ik zie mensen rijden ook. Ja, dat ben ik, Kevin. No worries. Nee, dit is Gijs. Een auto klinkt echt niet als in een goede conditie om off-road te gaan. Jij rijdt nu ook een zandweggetje. Oh nee, wacht. Gijs rijdt voor mij. Ja, dat is Gijs. Nee! Pak hem! Mop! Pak Gijs, ik zie hem rijden. Mijn auto heeft ook echt alles tegen... Moeten we zeg maar bij de hangaar? Ja, bij de hangaar. En dan moet je een selfie maken bij de hangaar. Oh, gast. Ik hoop echt niet dat ik zo meteen zo'n stomme steen nog tegenkom. Wie heeft de politie achter zich aan? Ik. Oh, mooi. Twee man. Ah, nee! Ik ben geliquideerd in de auto. Oké, maar dan prima. Moet ik een foto maken. Prima. Oké, wacht. Ik moet ongeveer hier staan bij die hangar of zo ongeveer. Ah, dit kost zoveel tijd, jongen. Ik heb geen... Kevin? Serieus? Nee, doe het niet! Ik ben een foto aan het maken! Nee. Ga lekker doen, jongens. Foto. Oké. Hoe maak je nu een selfie? Oké. Neem de tijd. Hoe doe je... Nee, is gewoon een foto. Nee! Jongens, even serieus. Hoe doe je middelmousebutton. Oké. Middelmousebutton. Oh. Jongens, neem de tijd hoor. Ik ben aan het wandelen. Oké. Wordt het wel een leuk gezicht trekken, hè? Ik span helemaal aan de andere kant van de... Au. Dat is de verkeerde die aan het snipen bent. Nee! Goddammit! Oké. Ik stop met mijn gezicht de verkeerde kant op ook. De verkeerde kant. Je moet die hangar op de foto hebben, toch? Achter je gewoon, zeg maar. Yep. Oké. Kevin. Oh nee, hij gaat op het hoekje staan. Kut. Oh nee! Oh, ik ben zo scheef met een sniper. We hebben nog geen politie bij hem hier. Fuck. Wil je alsjeblieft even stilstaan of zo? Nee, want ik heb dus nu en politie achter me aan en jou en ik moet een foto maken. Nee! Ah! Jongens! Raak hem één keer. Kevin, raak dat joch. Wat een gezellige... Nee, stop. Au. Stop, hou op. Ik vind dit niet leuk. Ik heb een foto. Nee. Ja. Oké, jongens, de druk blijft. Want, wow. Hallo, jongens. Gaat alles goed hier? Hallo. Ik heb wat vrienden gekald, hoezo? Toeschouwers. Het volgende punt. Oh. Dat is de kerncentrale achter de windmolens. Dus ik zou zeggen, 3, 2, 1... let's go. Nee. We gaan... Ik wou net zeggen, jongens. We kunnen hier alles... Oh, dit is de gevangenis. Daar mag ik niet overheen. Ik heb toch al 3 sterren. Fuck die shit. Oi. Ik zit in geen goede positie hier. Oké. Het staat nu 2-1-0. Oké, I got this. Ik ga wel lekker gezellig rijden, jongens. Take out the enemies, gang attack. Ho, wat let's go, gang attack. Oh, Kevin? Fuck, ik ben gecrashed tegen de kerncentrale. je had één taak. Hey, wacht, maar ik sta wel op het terrein nu van de kerncentrale. Kevin? Ja? Wil je dat niet doen? Nee. Ik mag nog geen mercenaries inroepen. Ik heb de foto. Nee! Wie snotjoch dat je bent. Ja. Het is 2-2-0. Dat betekent dat het volgende punt kan zowel het winnende punt zijn voor Gijs, als voor mij. Hey, stop. Of Duffy kan nog een poging doen om 2 punten te bemachtigen om zo de sudden death uit te lokken. Maar dat betekent dat Duffy moet de volgende 2 punten pakken om überhaupt nog te winnen.
Dus, dat gaat gebeuren. Gaat dat gebeuren? Ja, als je mij in mijn vizier houdt, natuurlijk wel. Ik ben helemaal vergeten waar de Hollywood sign is, Rip. Nee, we gaan, we gaan niet naar de Hollywood sign. Ik wou zeggen, daar gaan we naartoe. Oh nee! Je moet een foto maken met een selfie richting het publiek op het podium van het amfitheater. Mogen de beste winnen in 3, 2, 1. Ah, dit was zo te veel hard! Als ik de band leg. Zo gods. Nee! Ga lekker door, jongens. Gijs gaat er vandoor, hè? Gijs gaat er vandoor. Ja, maar de trein staat er, jongens. Schiet op! Pak Gijs. Nee. Oh nee, ik sta helemaal hier. Ik had al lang kunnen winnen. Gijs ja, is er vandoor, hè? Ja. Ik nu ook, ja, maar eindelijk. Ik crash toch wel ergens. Zo. Ja, lul niet, met je level 185. Gijs. Nee, oh my god, ik flikker van de weg af. Dat kan ik ook alleen. Maakt niet uit, mijn band is half lek. Oké, maar ik heb wel 2 sterren politie achter me aan al. Ja, ik ook, dus vrees niet hoor. Ik ook. We got this, let's go. Nee, ik kan winnen nu. Alles onder controle. Ah, yes. Kevin, waarom ben je de boel aan het afsnijden? Ik ben de shortcut van de goden aan het maken hier. Ja, tussen één polis door. Bij mij jongens, ik kan je vast melden, jullie kunnen me niet meer inhalen. Ben jij er al? Jawel jongen, mijn station wagon gaat zo hard jongen. Nog niet, maar ik heb net ook geprobeerd om een foto te maken met middelmuizengeur, maar ik kreeg hem niet op de selfie cam, dus dat kan nog eens even een struggle gaan worden. Je moet gewoon op de middelmuizenbutton klikken. Ja, dat zou ik ook zeggen. Neem de tijd. We zijn onderweg, nog 2 kilometer moet ik dus. Oh, doe maar 600 meter. Dan kan ik je met liefde en plezier uitleggen hoe je... Ik heb nog 1 kilometer, maar weet je wat kut is? Ik moet gewoon politieauto's inhalen die nog achter Duffy aanrijden. Maar die gaan dan weer mij zoeken en zo. Mijn auto redt dat gewoon. Maar ik ben hier nog nooit geweest. Ik weet niet eens of ik überhaupt op de goede plek ben. Ja, je bent daar. Fuck, ja, hij is er al. Oké, dan moesten we... Oh, hier is het podium. Ja, er staat het podium op. Go. This is the moment. We zijn erbij. En dan nu die mobiel pakken, oké. Ik wil graag een passie in Adriaan. Met dezelfde moet het publiek moest erbij, dus dan moet ik zo gaan staan. Met mijn gameplay. Middelmuis is dus middelste knopje, zeg jij. Ja. Oh ja. En... Got him! Fuck. Rip. Die ben ik wel even 7. Hoppatee. Mensen. Het laatste punt. Tenminste. Wat heb jij voor masker op? Ik kan daarmee onder water ademen. Het laatste punt als Duffy niet wint. Anders... komt er nog een 7e punt, want het staat 2-2-1. Het laatste punt is het puntje van de pier. Aan het uiteinde bij het hek gewoon een selfie richting de zee op de pier. Waarom klinkt het alsof hele rare dingen in de lucht zijn? Niet die, maar dit klinkt niet alsof we gebombardeerd gaan worden. Ja, ik heb ook het idee dat daar iemand met een airstrike in zijn hand staat. Ik heb geen idee waar je het over hebt, jongens. Ik ben gewoon aan het wachten tot we naar het volgende punt gaan. Nou, dan gaan we daar in 3, 2, 1 naartoe. De airstrike was er overgevlogen en ik had nergens gedropt. Dus deze kill was weer helemaal... Foutloos rijden, dit is echt kut. Ja, nee, ik heb hetzelfde probleem. Het is heel... The pressure is stop! Real. Stop! Aan de kant, meneer! The pressure is so real. Oké, ik kom eraan, jongens. Ik heb iets delay, maar dat maakt niet uit. Ik wil nu wel... kunnen we nog wat leuke muziek, zeg maar, hierover krijgen? Of zeker. Mogen suggesties doen? Zouden we gewoon van die Mexicaanse bandjes mogen? Ja hoor. Ah, van die royalty-free music met watermerken doorheen. Audio Jungle. Ik zie je voorbij vliegen! Oh nee! Doei Gijs! Mijn obesitas lichaam kan dit niet aan!
Gijs, doe iets. De pier, de pier, de pier. Ik heb er... Nee, ik wil geen vuurwerk. Ik wil ook geen compacte granaat. Ah, nee. Ik zit in... Minigun heeft ook geen zin meer. Aan de kant. Richting het einde van de pier, richting de boot. En ik heb de foto! Nee, nee. Yeah. Yeah, boy. Yeah, boy. Daar zal je hem hebben. Allemaal door die kutnavigatie. Dat is mijn mooie boot die daar ligt. Oh, wat heerlijk dit.